We zijn hier in Nieuwstad. We staan bij de aanboeg van het nieuwe kindcentrum. Dat geopend gaat worden door gedeputeerde Koopmans en wethouder Pusjes. We gaan dit doen samen met de kinderen van de basisschool en de kinderen van mijn kinderopvang. De school wordt eigenlijk pas in februari opgeleverd. En dat is eigenlijk, zeg maar, een van de belangrijkste projecten van de gemeente Axos vandaag. En we zullen nu overgaan tot de handen. Ik geef nog even het woord aan de gedeputeerde, die tot op heden in de provincie Limburg en ook in de toekomst een enorme steun voor onze streek en ook zal blijven. Beste kinderen, mooi om hier bij jullie te mogen zijn. Eigenlijk ben ik wel heel erg benieuwd. Hebben jullie eigenlijk zin in een nieuwe school? Ja! Goed zo, lopen burgemeester. Dat is een goed idee geweest. Nou, heel mooi om hier te zijn. Dank aan iedereen die alvast betrokken is hierbij. Dat geldt voor de architect, de aannemer, alle toeleveranciers, gemeenteambtenaren, mensen van ons die erbij betrokken zijn geweest. Heel erg goed dat iedereen erbij betrokken is. Maar weet je waar ik eigenlijk ook wel een applaus voor zou willen? Dat is voor allemaal jullie onderwijzers. Laat daar eens een luid applaus voor horen. Want die zitten nu al en moeten straks weer lekker voor jullie gaan werken. Ik vind het mooi om hier in Axosra te kunnen zijn. Een nieuwe stap vandaag. Dat is nog belangrijker. En ik hoop allemaal, en dat wens ik alle kinderen toe, dat je heel veel plezier, heel veel geluk en heel veel wijsheid zult opdoen in dit gebouw. En dan gewoon de lokale burgemeester en ik over tot het
En dat doen we met aftellen. Dan beginnen we met 10. Mag je de ballonnen loslaten? Nee, pas op. Pas op. We beginnen met tellen, jongens en meisjes. En we gaan van 10 naar 100. En bij 0 mag je pas loslaten. 10. 9.